Ambulante Rikkers. We zijn bij Gedenkstätte Esterwegen. En dat is een van de 15 Emslandkampen die langs de, nou ja, je zou kunnen zeggen, Nederlandse grens hebben gelegen. Hele goede kennis van mij, Pieter Albers, die las een keer in voor mij het Nieuwsblad van het Noorden. Een stukje over de Emslandkampen. En ze zeiden van ja, daar is weinig van bekend, in ieder geval waar ze geweest zijn. En hij dacht, er zal potverdikke mij toch niet gebeuren dat wij die kampen niet kunnen vinden. Dus die is aan het zoeken gegaan, heel veel in Oldenburg gekeken, want daar heb je een centrum waar heel veel over dit soort kampen bekend is. En uiteindelijk heeft hij ze alle 15 gevonden. Een paar was niet zo moeilijk. Dit was er eentje van, hè, want dat was al een tijdje een herinneringscentrum, dus die was er nog. En volgens mij zijn er nog twee. En als je de snelweg van Klazienerveen naar Duitsland, naar Meppen neemt, dan heb je aan de linkerkant, er is ook nog een oud kamp. En dat is nog in gebruik, maar nu als jeugdstrafinrichting. Er waren er 15 van deze kampen. Esterwegen was volgens mij de eerste en ook de grootste. En die stond rechtstreeks onder leiding van Himmler. En dat was een van de nazi-kopstukken. Hij verliet dat terrein eigenlijk een beetje, of hij gaf zijn leiding daarover prijs toen Sachsenhausen werd gebouwd. Sachsenhausen is een concentratiekamp in de buurt van Berlijn. Er hebben hier krijgsgevangenen gezeten andere gevangenen. En dat waren eigenlijk mensen die het niet zo heel erg met Hitler eens waren. Denk maar aan communisten. Nou, Hitler had de pest aan alles wat met homo's te maken had. Dus dat zat hier zigeuners. De schatting is dat er 80.000 gevangenen hebben gezeten waarvan, en 100.000 krijgsgevangenen. Dus in totaal iets van 180.000 man. En al die gevangenen die moesten werken in het veen hier. En dat was hard werken en geen eten. Dus er zijn er heel veel eigenlijk door van ellende doodgegaan. Dus ze zo'n slecht leven hadden. 20.000 staat vast, maar er waren ook getallen genoemd van 40.000. En sommigen die... die impeerden, die waren niet zo best af, maar die werden op de vlucht doodgeschoten. Zo makkelijk waren ze daar wel mee. Ja. En Piet vertelde, Piet is ook een beetje ouder dan mij, hè, dus die weet er nog veel meer van af. Ja, ja. Piet. Piet zei van als die vluchtelingen naar Nederland trokken, wat is gebeurd? We zijn niet zo vreselijk ver van de Groningse grens af. En die kwamen bij een communistische boer in Finsterwolde omgeving, dat was prima. Hè, maar als ze toevallig bij de verkeerde boer aanklopten, die eigenlijk wel... nazi-sympathie in had, dan was je niet zo best af.